Hè? E? E? Ja. Nee, dat is de A. Aapnoodmis, maar dan tijdens een heuse taalwandeling. In stadsdeel Woensel maakten onder meer expats en migranten uit de regio donderdag kennis met de Nederlandse taal. En dat is anders dan in een klaslokaal. In de klas dan leren mensen woordjes en dan kijken ze in het boek en dan zien ze misschien wat het betekent. Maar hier in de omgeving kun je alles aanwijzen, je kunt het voelen en dan blijft het veel beter hangen. Is het makkelijker? Dat weet ik niet of het makkelijker is. Zeker als het nieuwe woorden zijn, waar mensen nog niet aan gewend zijn, dan moet dat een aantal keren herhaald worden, wil het wat gemakkelijker worden. Maar het lesgeven is wel veel leuker. De taalwandeling in de zomer zorgt ervoor dat de cursisten op niveau blijven om uiteindelijk Nederlands onder de knie te krijgen. Maar hoe noem je dit? Dat noem je een kolom. Oh, de kolom. Kolom. Ja, een buis, een kolom. K. Ja? O-L-O-M. En waar staat zij op? Hoe heet dat? Zand. Zand. Naast een wandeling in het groen staan er ook nog taalkursussen op het programma in de supermarkt en op Strijp S.